En hem was toen weer opgevallen dat... dat er in de Nederlandse weidegebieden steeds minder leeuweriken voorkomen. En dat schijnt ook bevestigd te worden door tellingen van vogels... dat er steeds minder leeuweriken in de weiden voorkomen in Nederland. Ja, hoe komt het dat er steeds minder leeuweriken in Nederland zijn? Voor het antwoord zijn we uitgekomen bij Christian Kooistra van de Vogelbescherming Nederland. Dag meneer Kooistra. Hallo. Klopt het? Komen er inderdaad steeds minder leeuweriken voor in Nederland? Dat klopt. Je moet je voorstellen, vroeger in de jaren 70, 60 waren bijvoorbeeld de kuiveleeuwerik en de veldleeuwerik veel geziene vogels. Veldleeuwerik is een hele bekende weidevogel eigenlijk. En toen de tijd was het iets van, had je 500.000 broedparingen broedseizoen. Dat is nu inmiddels ontzettend afgenomen met bijna 90%. En nu zitten we ongeveer op 50.000 broedparen. Dus dat is een flink stuk minder geworden. Ja, 50.000 broedparen. We hoor hem trouwens even, we hebben hem er even bij gehaald. Hè? De veldleeuwerik op de achtergrond. Ja. Mooi geluid toch altijd. Mooi hè. Dus jammer dat het aantal broedparen zover is afgenomen. Hoe komt dat? Nou, dat heeft een aantal oorzaken. Hè. Je hebt natuurlijk verschillende soorten kuiven, of verschillende soorten leeuwerikken. Maar laat ik eventjes bij die veldleeuwerik blijven. Die heeft als leefgebied onder andere de weilanden. En wat je daarin ziet is dat we ontzettend zijn geïntensifieerd met de landbouw. Hè. Dus dat betekent dat je hele grote vlakten hebt van of grasland... ofwel akkers, ofwel et cetera. En vroeger was dat veel meer divers. Had je een weilandje, een akkerbouwlandje, een stukje oost. Waren we ook met z'n allen niet zo heel erg netjes. Had je boomwallen langs de kant waar insecten heerlijk konden rondvliegen, et cetera. En er waren veel meer bloemetjes in de velden waar ook al insecten en dergelijke op afkomen. Dus veel meer een veel gevarieerder voedselaanbod voor de leeuwerikken. Mm. En maar ja, goed, dat is productief gezien niet zo heel handig voor die boeren... Mm. En die zijn gaan opschalen, dus grotere landbouw. En gaan onder andere met bestrijdingsmiddelen gaan werken om wat minder onkruid en dergelijke te hebben. En daardoor zie je dat dus het hele leefgebied van de leeuwerik, hele bekende vogel vroeger, maar nu zie je hem steeds minder. Ja. Wat zou de oplossing zijn? Toch meer diversiteit en boeren meer aansporen, dus waarschijnlijk meer subsidie geven om bijvoorbeeld toch die houtwalletjes en wat meer zeg maar wilde gebieden te introduceren? Ja, dat klopt. Dat is een hele goede oplossing. Hè. Op dit moment zijn wij als vogelbescherming druk bezig met het project Weidevogelboeren. Hè. De veldleeuwerik is eigenlijk ook een weidevogel. En daarin adviseren we boeren om bijvoorbeeld, hè, je kan gewoon je land... houden zoals je dat wil. Maar aan de zijkanten moet je dan wat ruwer, wat ruiger land houden. Dus niet netjes, niet netjes houden, niet bestrijden met bestrijdingsmiddelen. Niet de houtwallen weghalen. Gewoon wat troep eigenlijk laten slingeren. Niet zo maaien. En daardoor heb je in ieder geval voldoende voedselgelegenheid creëerd daarmee voor de leeuwerik. En ook voor andere weidevogels. En we zien ook dat effect heeft. Hè. Als je dat doet, dan heb je al gauw 5-6% beter broedsucces als dat je het niet doet. Kijk, dus daarmee doorgaan graag om het bestaan van de veldleeuwerik en andere leeuwerikken veilig te stellen. Ja. Dank voor dit antwoord, Christian Kooistra van de Vogelbescherming Nederland. En